FC Twente is de eerstvolgende halte voor de drukbezette spelers van PSV. En dat is voor trainer Fred Rutte een hele speciale wedstrijd. Want uiteraard tegen zijn oude club. Ik ben natuurlijk al twee keer daar weg geweest en weer teruggekomen. En iedere wedstrijd dan op zich is wel, geeft wel het gevoel van dat je bij een club terugkomt waar jouw achterland is. En dat is een dag van tevoren of een paar dagen van tevoren dan kriebelt dat. Maar op de dag van de wedstrijd dan moet je dat uitschakelen. Na de Europacup-wedstrijd in Bulgarije is het vooral herstellen en kijken hoe het met de selectie is. Is iedereen fit? We hebben wel wat schade opgelopen met de afgelopen wedstrijd. Onder andere Orlando Engelaar. Salcido moeten we nog even bekijken. En Nordin Amrabat, die kon vanmiddag ook niet meer naar buiten. En daarentegen staat dat Maza Rodriguez heel erg positief gaat. En ook Stanislav Manulev lacht weer na zijn rode kaart in Bulgarije die hem een grote teleurstelling bezorgde. Maar hij kan spelen in Enschede. Een grote selectie dus voor Fred Rutte en dat is maar goed ook, want het programma is overvol in augustus. Ik heb van tevoren gezegd, het is een hele zware maand, maar wel kan een hele mooie maand zijn. Ik weet uit ervaring dat we nog lang niet daar zijn waar we willen zijn. En dat is nog een hele lange weg die wij moeten afleggen. Maar je kijkt heel erg kort en dat is de eerstvolgende wedstrijd, dat is Twente tegen een ploeg dat... Denk ik op dit moment een vrij stabiele ploeg is dat met een raamwerk heeft wat gewoon staat. Eigenlijk al een paar jaar. Dus wat dat betreft hebben we een behoorlijke tegenstander van een zeer behoorlijk niveau. En tussen al die competitiewedstrijden door zijn er ook nog twee Europese wedstrijden. In de laatste fase van de voorronde voor het eindtoernooi van de Europa League. Er werd geloot en er kwam een tegenstander uit Israël uit de bus. Ben Yehuda Tel Aviv. Eigenlijk een grote onbekende. Eén weet ik, dat ze drie kwalificaties zijn doorgekomen. En voor de rest weet ik op dit moment, ben ik er nog niet van op de hoogte. Maar wij zullen zo snel mogelijk informatie inwinnen. DVD's, zelf daar gaan kijken. Dus dat komt allemaal goed. De eerste wedstrijd van dat tweeluik staat gepland op 20 augustus in Israël. De return een week later in Eindhoven. Maar eerst in de Nederlandse competitie FC Twente.